koop hier je blije planten. Of koop je planten op de Happy Plants Shop. Hier, neem maar een flyer. Wilt u een plantje kopen? Dankjewel. Vandaag hebben we de ondernemersmedailleuitreiking voor 2 groepen kinderen. En de bedoeling is eigenlijk dat wij de kinderen dingen mee willen geven waardoor ze beter aansluiting kunnen vinden in de maatschappij. Dus op school krijgen ze bijvoorbeeld vooral rekenen en taal mee. Wij proberen ze mee te geven als iets tegen zit, wat doe je dan? Geef je op of ga je door? Als iets niet lukt, wat doe je dan? Ga je opgeven of ga je proberen oplossingen te bedenken? Als je iets niet weet hoe het moet, wat doe je dan? Dan kun je bijvoorbeeld advies vragen aan ondernemers en bedrijven die jou gaan helpen. Er was een persoon in een meet en die zei welke doelgroepen wouden bereiken. Maar we hadden meerdere ideeën en toen wouden we toch gaan voor planten. Toen moesten we gaan kiezen, want we konden niet alles doen. We moesten een keuze gaan maken en toen kozen we toch maar voor planten. En we gingen ook nog naar mensenshuizen aanbellen en flyers uitdelen. We gingen ook nog naar de winkels, gingen we flyers uitdelen. En we gingen natuurlijk, hadden ook nog een website en daar webshop. En daar hadden we ook nog allemaal planten, zeg maar, mensen konden die webshop dan opzoeken. We gingen een loterij opzetten en daar hadden we, en dat was eigenlijk, mag dat niet, staat in de wet dat kinderen niet per se, dat kinderen niet een bedrijf mogen opzetten. En toen hadden we bij de postcode loterij, hadden ze hulp ingeschakeld. En iemand die iets doet waardoor het wel kan, nou proberen een soort van te regelen. Ik zorgde voor het spullen en decor, dus toen heb ik een tekening gemaakt hoe ik het een beetje wou hebben, zeg maar. Dus dat mocht ik volledig doen hoe ik het, zeg maar, wou. En we waren eerst van plan om het met een rat te doen, maar dat is wel moeilijk om zo'n mooie grote rat te regelen. Dus toen besloten we het met badden te gaan doen. We gingen gewoon met een tafel gingen we aan de straat staan en toen stonden er planten op de tafel. En toen gingen kinderen vragen aan mensen die langskwamen, willen jullie een plant kopen? En soms dan wouden mensen wel een plant kopen. Ja.